Al spijt dat je niet eerder bent geweest. Een beetje. Jij niet? Wat een baas. Oh gek. Ik kom gewoon weer terugvliegen, joh. Het boeit hem niks, joh. Ik schrok hoor toen je maar riep. Ik dacht, oh, iemand jat onze tas. Prima uitzicht hier ook al, joh. Tussen even naar Pop's Place gereden. En daar zijn we. We gaan hier even lekker een hapje eten. Bon dia mensen, mijn naam is Lars Wichtson en superleuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. We zijn vroeg van huis vertrokken, want we gaan vandaag naar het strand en we willen natuurlijk een mooi plekje. We gaan waarschijnlijk naar Kleine Knip en we gaan ook waarschijnlijk nog even langs Playa Grande. Maar eerst zijn we bij het Batidos tentje, want dat hebben de dames nog helemaal niet geprobeerd. Beste tentje hier op het eiland en jullie hebben het nog niet gecheckt. Jullie zijn hier nog maar 2 dagen. Oh, hoe kan dat nou? Ik ga waarschijnlijk gewoon lekker voor de Tropical Mix, want ja, dat is mooi makkelijk. En dan zit er meteen van alles wat in. De Batidos is weer binnen. En hoe smaakt die, dames? Lekker. Heerlijk. Ja, hè? Al spijt dat je niet eerder bent geweest. Een beetje. Jij niet? Is fucking lekker. We hebben heel veel andere lekkere dingen. Ja, dat is waar. Er zijn zoveel lekkere dingen op het eiland. Ik heb ook maar meteen even een arepa gehaald, omdat we een beetje vroeg vertrokken zijn van huis. En ik moest nog even ontbijten, dus... Let's go. Ik wou nog even een mooie timelapse maken met de weg hier naartoe. Alleen ik had het bitje van de GoPro niet mee, waarmee ik hem aan het raam kan maken. Dus helaas geen timelapse. Volgens mij kan ik hier trouwens ook een timelapse mee maken. Maar ik weet nog niet precies hoe de camera werkt. Ook verder niet uitgezocht. Maar we zijn aangekomen bij Kleine Knip. En we blijven hier niet zo heel lang. We gaan heel even een handdoekje leggen en dan rijden we volgens mij weer terug. Dan hebben we in ieder geval zo'n schaduwplekje. Daarna gaan we nog even naar Playa Grande. Gaan we sowieso even zwemmen met de schildpadjes natuurlijk. We zijn trouwens ook nog helemaal niet geweest hier op Kleine Knip. Maar het ziet er wel leuk uit. Kijk eens even. Toppie strand. Dit is wel echt klein. Vergeleken met de Grote Knip in ieder geval. Maar de dames waren al bij Grote Knip geweest. Die hadden daar laatst al gelegen. Dus we dachten vandaag Kleine Knip. We hebben even ons handdoekje neergelegd bij Kleine Knip. En we hadden een goede reden om even weg te gaan daar. Want het begon net ineens te regenen. Dus we deden net of we in de auto gingen schuilen. Maar ja, we zijn ondertussen gewoon naar Playa Grande gereden. Hier gaan de dames nog even zwemmen met schildpadjes. Ik ga dat niet doen, want iemand heeft mij laatst een bericht gestuurd op Instagram. En die wil graag nog met mij hier zwemmen met schildpadden. Dus dan ga ik dan lekker filmen. Ik ga straks nog wel even bij Kleine Knip proberen te snorkelen. Maar als ik dus met die jongen hierheen ga, ga ik uiteraard weer wat leuke beelden schieten met schildpadden. En dan gaan we ook leguaan eten. Mocht je dat binnenkort willen zien, abonneer even op mijn kanaal. Wij gaan nu in ieder geval even naar het strand lopen. Lopen we even met de dames mee. En dan ga ik waarschijnlijk nog even wat beelden schieten vanaf de brug om wat schildpadden te spotten. Kijk, hier is zo'n mooie brug waar je op kan staan. Dus dan kunnen we gewoon lekker daarheen gaan. Ik heb er echt letterlijk nog nooit op gestaan. Ze hebben vandaag geen GoPro mee, maar een mobiel. Dat is ook handig. Want waar had je dit gekocht? Bij Luna Park, toch? Ja, Luna Park. Ja, dan kun je dus gewoon je telefoon in een hoesje doen. Dan kun je onder water filmen. Kijken of het werkt. Ja. Oh, maar dit is natuurlijk, het water. Oh, daarom. Wel andersom, ja. Denk ik. Oh, dat zou ik zo. Moet ik even doen? Wat mooie beelden maken. Kijk ook dit. Er zit een dikke pelikaan op te stijgen. Een mooi beest. Oh my god. Tof. Je kan ook echt heel dichtbij komen, hè? Die zijn... Dat beest, hoor. Ja, echt ziek. Echt nice. Way you. Je kan ook precies zien waar de schildpadden zitten. Want kijk, er zijn superveel mensen aan het snorkelen. En precies daaromheen. Er zitten allemaal schildpadden. Ja, je ziet een beetje een schaduwtje. Maar hieronder zitten ook veel vissen. Ik weet niet of je dat heel goed kan zien. Het is toch mooier in het water dus. Die pelikaan springt net het water in, jongen. Visje gepakt. Hoppakee. Wat een baas. Oh gek. Ik kom gewoon weer terugvliegen, joh. Het boeit hem niks, joh. Dat jij hier staat. Wat een tof beest. Wow, joh. Gaat goed, Marieke? Nee. Helemaal buiten adem. Zou ik je even weer overnemen? Kun je nu genieten van de schildpadden? Ja. Dit is helemaal kut. Dit geef je mobiel maar even. Oh, je zit onder je. Hij zit onder je. Je ziet echt zo'n schaduwtje voorbij zwemmen. Mooi, man. Geef maar. Ik heb denk ik net al een paar keer geklikt. Oh, jij wil filmen nog? Wil je even kijken of hij nog goed staat? Oh, tuurlijk regelen wij dat even. Ja, als je normaal niet je mobiel meeneemt, dan is het echt eng om zo te zwemmen. Ik zit ook zo te zwemmen met dat ding. Ze
gratis visjes vangen hier zo. Pelikaan pakt gewoon die visjes uit de mand hier. Daar heeft hij weer een hoor. Hoppa, gaat hij weer. Mocht je je trouwens afvragen waarom hier zoveel schildpadden zwemmen. Er zit hier een soort van vistentje. Die vangen dus vis, die maken hem klaar. En alles wat ze niet meer nodig hebben gooien ze in de zee. En dat vinden die schildpadden natuurlijk helemaal heerlijk. Dus vandaar dat hier echt veel schildpadden zitten. Het plan heeft gewerkt mensen. We hebben ons handdoekje, die ligt er gewoon nog. Dus we hebben weer een mooi plekje op kleine knip. We gaan zo even lekker zwemmen. Uiteraard even snorkelen. Hopen dat er wat is. Ik zie aardig wat mensen snorkelen. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Maar wat een mooi strand dit jongens. Oh, ik ben wel blij van. De zon begint net weer te schijnen. Dat is echt helemaal top hier. Nice. Lekker vakantiegevoel zo weer. We liggen hier ondertussen al een tijdje, maar we hebben honger, dus wat gaan we doen? We laten het handdoekje liggen. Ja, we hebben inderdaad trek. En, vertel even, wat gaan we doen? Naar Lagoon, broodje carpaccio eten, want voor ons Helene en Marieke is erg lekker. En ik heb zin in een ijscappuccino. Ja. En dan komen we weer terug, gaan we weer chillen, gaan we snorkelen. En dan, voordat we gaan, gaan we naar Soul Food. Want daar hebben ze schijnbaar lekkere brownies en lekkere pizza, maar wij gaan nu voor de brownies. Ja, dit is toch ook ideaal, hè? Dit is ongeveer 5 minuten rijden. Kunnen we even snel lunchen en dan rijden we zo weer terug. Hebben we weer een handdoekje, mooi schaduwplekje. Ja, helemaal top. De carpaccio moet hier dus heel lekker zijn, dus we gaan het even proberen. We hadden helaas geen plekje in de schaduw, dus we zaten hier. Er is nu een plekje vrij in de schaduw, dus we gaan verhuizen. Broodjes zijn besteld, dus die krijg je zo te zien. Het leuke aan dit tentje is dat er dus heel veel leguanen zitten. Ja, hier zitten er al 2. Maar we hadden er hier dus net ook nog even een stuk of 4 gespot. Even kijken. Mooie beestjes zijn het, hè. Maar je kan echt heel dichtbij komen. Moet je kijken. Heel nice. Dit uitzicht is natuurlijk ook weer helemaal toppie. Maar wat minder toppie is, is daarachter die waas die je daar ziet. Het is allemaal regen wat eraan komt. Dus dat is minder prettig. Maar gelukkig zitten we hier nog onder zo'n soort van palapa. Dus dat scheelt weer. En net dat ik zeg dat het gaat regenen, begint het hier gewoon te regenen. Nou, al die mensen zo uit het water rennen. Nou, in het water. Ja, inderdaad. Eigenlijk in het water zit je eigenlijk best prima. Eenmaal omdat het zo warm is. Dus eigenlijk best chill als het regent. Daar is die hoor. Het broodje carpaccio. Het ziet er goed uit. Het duurde alleen wat langer dan verwacht. Dus iedereen is al lekker aan het eten. Het duurde oprecht een beetje lang met het eten. Maar die man gleed ook nog eens bijna uit met ons eten. Nu gaan we weer terug naar Kleine Knip. Alleen we hebben wel een klein probleempje. Want het heeft namelijk net kapot hard geregend. Dus we hopen dat onze handdoek nog droog is. Maar ik ben er bang voor. We zijn weer terug bij Kleine Knip. En zonder gein heeft het echt super hard geregend net. Dus bij Playa Lagoon. En dit is ongeveer 5 minuten rijden. Maar het lijkt erop alsof het hier gewoon helemaal niet heeft geregend. Dus nee, dat is top. Achter de berg gebleven. Het kan hier altijd heel plaatselijk regenen. Ja. En heel gelukkig. Ja, super top. Nou, handdoekje mooi droog. Kunnen we weer mooi genieten van de zon. De zon gaat ook weer net schijnen. Ja, helemaal top dit. Kijk eens even. Hop, hop, hop. Toppie zo. We gaan maar meteen even de snorkelsessie zetten, want nu is het nog lekker licht. Dus enjoy de snorkelcontent. Mensen, dit was een hele korte snorkelsessie, maar er komt meer door dit hier achter mij. Het gaat zo denk ik echt knetterhard regenen, dus wij gaan snel de spullen pakken en dan in de auto zitten. Want anders zijn we hier ook zo zeiknat en dan wordt alles nat, camera en zo, dus we gaan gauw weg. En we gaan nog even ergens een brownie halen, dat wou Claudia heel graag doen. Waar dat precies is, ga je zo zien. Kijk eens even, perfecte timing dat we hier wegrijden. Hadden we toch even goed gespot. Vanuit het water. Ik schrok hoor toen je maar riep. Ik dacht, oh, iemand jat onze tas. Oh nee, nee, nee. Ik Helene wakker maken. Ik zo op haar kuiten. En zij zo.
Ja, daar word je niet blij van als je met dit weer op het strand moet gaan liggen. En net hadden we hem ontweken natuurlijk. Hè? Onze handdoekjes waren al droog. Maar nu helaas niet. Doggo! Joe! Alright, we gaan nu een brownie halen en Claudia weet waar dat is. Sol. Sol. S-O-L. En dat moesten de beste brownies van het eiland zijn? Ja, volgens een collega is het met pekannoten en zo. Oh, lekker. Oeh, dat klinkt heel goed. Ik hoop dat ze ze hebben. En dat zit letterlijk naast Playa Grande. Ze zijn de hele dag een beetje de hele weer aan het rijden. We wouden eigenlijk toen straks al halen, alleen toen was het tentje nog dicht. Want we waren 11 uur, gingen we weg bij Playa Grande. En het tentje gaat pas 12 uur open, dus er was geen mogelijkheid. Wil je graag eventjes de navigatie erna aanzetten? Want we moeten er om voor rijden. Oké, nou ik ga even de navigatie aanzetten en dan gaan we eens even een lekkere brownie halen. Hier moet het zijn. Hier, Claudia, hier zijn we toch al een keer langs geweest, een keer. Alleen toen was het ook dicht, toch? Volgens mij wel. Het is dit restaurantje. Het zit hier achter. Prima uitzicht hier ook al, joh. Wat zei je nou? Ja, wat een uitzicht. Wat een uitzicht, hè. Moet je kijken. Moet je kijken, wat een uitzicht, jongens. Eerlijk, ziet er echt vet uit, man. Hier. Nice. De brownie is aangekomen en hij ziet er anders uit dan we hadden verwacht. Maar een bolletje ijs in de midden met wat slagroom erop. En de brownie een beetje aan de zijkant. En deze is dus met walnoten. Iedereen heeft volgens mij walnoten. Ja. Alleen jij hebt met chocoladesaus. En? Chocoladeijs. Oh ja. Dus dit is vanilleijs. Lekker man. En karamelsaus. De brownie is op en hij was echt super lekker. We komen hier sowieso nog even een keer terug, want we gaan hier nog een keer een pizza eten. Stond eigenlijk ook al heel lang op het lijstje. Ja, we zijn niet zo vaak op Westpunten, dus dan krijg je dat. Ja jongens, we gaan vanavond nog even lekker uit eten. Maar we gaan eerst even langs huis, want Mark is net weggegaan. Die heeft op de hond gepast, dus vandaar. Het regent alweer. Op alle vier de plekken heeft het gewoon geregend. En dan mag je ook nog niet eens inhalen van mij. Ook niet. Nee, ik moet heel langzaam rijden. Rij je echt 50. Op een weg waar je eigenlijk normaal gewoon 100 kan rijden. Dus... Ja, maar dat doe je ook niet. Normaal? Ja, als het droog is? Oh, als het droog is wel. Nee, niet per se, want later straks rij je ook 70. Is dat zo? Ja. Wanneer? Wow, straks. Toen we naar Sol reden. Wat maar doen? Natuurlijk, maar kijk, de weg is net iets minder goed dan hier. Ja, het gaat hard aan toe in ieder geval. Dat is één ding dat zeker is. Hopen dat aan de andere kant beter weer is. En aan deze kant is het beter weer. We zijn net even snel thuis geweest om even snel met de hond uit te gaan. En ook even met de hond te knuffelen natuurlijk. We zijn nu weer onderweg naar Marike en Helene. Daar gaan we even snel douchen. We hebben een warme douche namelijk, dus dat is helemaal top. En daarna rijden we meteen door naar Pop's Place. Daar hebben we gereserveerd om 6:30. Het is nu 6:15. Dus of wij dat gaan halen, dat denk ik niet. Maar ja. Dat is classic toch? Wij zijn classic te laat om het zomaar even te zeggen. Ja, Pop's Place, altijd een goed tentje natuurlijk. Niet zo heel bekend volgens mij. Helaas komen... wel meer, maar... Wat, dat Pop's Place zelf meer bekend is. Ja, echt? Ah. Ja, ik vond echt meteen een toptentje voor toen we er de eerste keer kwamen. Ja, dat was wel echt goed verrast, om het zo maar te zeggen. We zijn er denk ik een stuk of vijf keer geweest of zo. Het is de tweede keer, of nee, derde keer dat we de avond gaan eten. Ja, dus dat betekent veel goeds. Net heerlijk onder een warme douche gestaan. Het is wel een tijdje geleden dat dat is gebeurd. Maar we zijn ondertussen even naar Pop's Place gereden. En daar zijn we. We gaan hier even lekker een hapje eten. En als het goed is hebben we gereserveerd dus. Maar we zijn wel 20 minuten te laat dus. Hopen dat onze tafel niet vergeven is. We wouden eigenlijk lekker als voorgerecht cheeseballs nemen. Alleen die hadden ze helaas niet. Dus wat hebben we genomen? Mozzarella sticks. Maar dat ziet er ook wel goed uit hoor. We hebben twee porties. Helemaal toppie. En uiteraard met een uitzicht. Toppie. Echt een gezellig tentje hè? Of niet? Ja, zeker. Ja, oké. Okay, ja. Ik wou net zeggen. Ja, lekker. Ziet er weer goed uit hoor. Jam, jam, jam. Nou, oh, lekker. Iedereen smullen. Ja, toppie. Het eten is aangekomen. Lekker kippie. En de dames hebben allemaal een spekje. Ziet er goed uit. Yum, yum, yum. Lekker eten. Mensen, het was weer een vol dagje. Veel gedaan. Net als gisteren trouwens. En dan zal ik je wat moois vertellen. Want morgen, oh, me is een beetje druk. Nou.
Maar dan zal ik je wat moois vertellen. Morgen is er weer gewoon een drukke dag op de planning. Dus wees er zeker weer bij. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren, want morgen om 4:15 staat weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is ajo, te maljan, oftewel doei. En tot morgen.